Dit binnen Jan Bekkema, Xavier Maus en Bernd Klaverboer. De middelste stelt ze even onus voor. Jan is 26, grootste kwaliteit, ballen stoppen. Bernd is 17, grootste kwaliteit, ballen stoppen. Ik ben 27, grootste kwaliteit, ballen stoppen. Alle jaar had ze een eigen verhaal. Dat van Jan Bekkema van Drachten, tredde keeper bij Heerenveen, liep het misschien nog wel het meest op dat van Andries Noppert. We hebben een beetje in die zin qua opleiding natuurlijk gewoon dezelfde achtergrond. We hebben beide jongens die hier uit de jeugdopleiding komen. Andries, wie ook zo'n 20 toen ik ging spelen. Ik ben nu 26, dus ja, dat is absoluut iets wat vertrouwen in jou in die zin. Dat ik op letterleeftijd nog ken. Er komt nog meer keeperstalent uit de jeugdopleiding van de Veersters. Zij is de Sontje-jager Bernd Klaverboer. Hij is alles oproepen voor het Nederlands jeugdolvertal en is nu voor het eerst mei op trainingskamp met Heerenveen. Ik ben krek in het dorp Kettelijk. Ik weet niet of het kerst is. Ja, krek buiten Heerenveen opgegroeid. En altijd fem west van Heerenveen. Mijn vrienden en familie ben ik gewoon Heerenveen supporter. Dus ja, het is heel mooi dat ik voor deze club mijn speel en altijd nog trots. Ik heb door het hele seizoen heen wel wat trainingen mij die in. Maar om nou een week structureel gewoon mij te trainen is mooi. De meest ervaren van het stel is Xavier Maus. Hij is de eerste vervanger als Noppert er net is. Maar door de goede prestaties van de jouwste had Maus nog net een soort gelegenheid gehad om ballentje in te houden. Ik heb nooit onder stoel of bank gestoken dat ik onder de lat wil staan en ambitie heb om bij het team waar ik zit eerst keeper te zijn. Dus dat geldt net zo en dat zou voor Andries heel mooi zijn als hij een mooie stap kan maken. En als ik daardoor kan gaan spelen, zie ik dat als win-win. Er hoeft maar iets te gebeuren en het kan snel gaan. Daarin moet je nu voor de korte termijn schikken in je rol en gewoon doen waar je invloed op hebt. En dat probeer ik zo goed mogelijk en op het moment dat die kans komt er wel te staan. Morgen mijn Maus wil onder bak, dan speelt Heerenveen in Spanje een oefenwedstrijd tegen AA Gent.